Wij moeten winnen om zo hoog mogelijk te eindigen en ons te plaatsen voor de play-offs. Dus ja, dat zal van twee kanten een strijd worden. Hoe schat je Achilles in? Nou, dat is een lastige tegenstander. De vechtmachine, wat Erik zelf ook zegt. En die zullen hier gaan voor hun laatste kans misschien wel. Hè? Achilles op papier een relatief makkelijke tegenstander, maar zoals ik al praat, ga je er niet in mee? Nee, ben je helemaal gek. Dat weten wij het hele seizoen al, dat wij geen makkelijke tegenstanders hebben. Hè? Wij zullen altijd vol moeten gaan en dan kunnen we wedstrijden winnen. Als wij denken dat we wedstrijden zomaar gaan winnen, dan hoeven we niet te beginnen. Het wordt denk ik vrijdag zaak dat we tegen Achilles sowieso snel een doelpunt maken. Maar ook als het niet snel komt, dat we wel geduld blijven houden. Dat we niet geforceerd door het centrum gaan lopen voetballen. Want dan ga je denk ik tegen een muur aanlopen. Ik denk dat zaak is om de speelveld groot te houden, tempo aan de bal. En dan komen de kansen vanzelf. Wat wordt de opstelling? Hetzelfde als afgelopen week. En als Andrew Driver fit is, en het lijkt zo, dan gaat hij spelen op links. In hoeverre is dat nog een vraagteken? Nou, zoals nu staat, kan hij spelen. Hoe kijk jij naar de komende twee wedstrijden? Is het geloof aanwezig dat jullie die tiende plaats gaan halen? Ja, 100%. Ik heb vorige week ook aangegeven voor Almere. Als we Almere zouden winnen, dan zetten we een grote stap. En we hebben Almere gewonnen. Hoe maakt het in principe niet uit? En we hebben nu nog twee wedstrijden. Het moet 6 punten zijn. En dan ben ik ervan overtuigd dat we op die tiende plek staan. We hebben het op dit moment nog niet zelf in de hand. Alleen als wij gaan winnen, dan kunnen we het wel zelf in de hand krijgen vrijdag. Heb je de programma's van Emmen, Eindhoven en RKC al bestudeerd? Die weet ik allemaal, ja. Maar ik kijk er pas naar als wij zelf gewonnen hebben. Is dit ook die laatste twee wedstrijden voor jou nog om je extra in de kijker te spelen? Want ongetwijfeld wil jij volgend jaar in de Eredivisie voetballen. De laatste twee wedstrijden voor mij is elke wedstrijd gewoon om het te verbeteren. En als de clubs nog overtuigd moeten raken, ja, dan moet je zeg maar komen kijken. Maar ik denk dat je op de laatste basis van de laatste twee wedstrijden moet geen beslissing meer worden genomen eigenlijk. Dus jij verwacht dat er clubs voor jou in de rij staan? Oh, ik wil niet zeggen dat clubs voor mij in de rij staan, maar ik verwacht wel dat ik deze zomer een mooie stap ga maken.